Vandaag ben ik in het noordoosten van Groningen. Helemaal bij Nieuw Statenzeil, zo heet dat. En daar is een kiekkaaste. Wat is dat nou weer, zou je denken? Nou, dat is een soort enorme grote vogel, spot, kast aan de Dollard. Super mooi, super mooi. Ik ben hier rond zonsondergang. Nou, eens even kijken. Dat is de zonsondergang. Ik weet niet of je hem een beetje kon zien. Nou, het is in ieder geval eb hier zo. Hier ligt die kiekkaaste. Verderop heb je Duitsland en wat windmolens. Nou, dat eb is wel mooi. Het is niet heel veel wind op dit moment. En er vliegen af en toe wat vogels langs. Dat is ook heel erg mooi, moet ik zeggen. Wel mooi geluid en hoor je dan zo in van die grote groepen. Dus nou, ik ga in ieder geval nu bij het grote, ja, soort gemaal is het of zo, en dan het pad langs lopen. Nou, we lopen nu naar beneden. We zijn net over het gemaal heen gelopen. En ja, misschien kan je het al wel zien dat de lucht die begint al aardig mooi te verkleuren. Dus ik moet nog een beetje opschieten. Snel naar beneden in ieder geval. Nou, daar is die dan, de kiekkaaste. Daar is die. Je kan er ook in, een trappetje. Nou, hele mooie luchten hadden we daar zo. Als het goed is heb je die net nog even gezien. Daaronder hebben ze een vlonder. En dan ga ik dan even kijken of ik daar wat foto's kan maken. En ook even kijken of we vanuit de hut, vanuit de kiekkaaste zelf wat foto's kunnen maken. Want dan hebben ze allemaal van die luikjes. Kan je hem hoog doen. En normaal kan je de vogelspotters, maar we kunnen natuurlijk ook even een filmpje maken of een mooie foto. Dus ik ga snel naar de kiekkaaste. Het begint al donkerder te worden en ik moet nog een heel stuk teruglopen naar de auto. Dus ik heb een paar mooie foto's geschoten en moeten zorgen dat we voor het donker bij de auto terug zijn. Dus tot ziens, kiekkaaste. Tot de volgende keer.